zijn ook een beetje benieuwd hoe lenig jullie zijn. Ja. Ik niet. Maar het ziet er zo easy uit nu. Nee, dan zit ik daar. Heel eventjes deze nog rekker, anders zwemmen we rekker alleen maar rechtsaf of linksaf. Wij als Klein Landje blinken uit in heel veel verschillende sporten. Onze topsporters weten dan ook precies wat ze dag in dag uit moeten doen om het beste uit zichzelf te halen. Maar wat gebeurt er als we die topsporters in een compleet andere sportwereld zetten? Wij vroegen een aantal teamnelsporters met wie zij een dagje zouden willen swappen. En daaruit ontstaan hele bijzondere, soms lachwekkende, maar vooral leerzame momenten. Omdat ze zelf nog wel eens vergeten hoe moeilijk hun eigen sport is, moeten ook zij terug naar de basis om elkaar zo goed mogelijk te helpen. Want zelfs voor de beste topsporters van Nederland kan het moeilijk zijn om uit hun comfortzone te stappen en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Gaat ze de anderhalve minuut halen? Dit is TeamNL Sportswap. Maar jullie trainen hier altijd? In, is het Buigen of Wiegen? Regelmatig. Wiegen? Nee, niet altijd. Het is wel regelmatig. Ja, hier begint iedereen. Maar als je wil fietsen, je woont in de buurt van Wiegen, dan is dit de baan waar je gaat beginnen. En kindjes, maar van alle leeftijden starten gewoon in principe hier op zo'n baan. En uiteindelijk willen ze ook naar Papendal natuurlijk. En wat gaan we doen vandaag? Lekker fietsen. Ja, natuurlijk gaan we fietsen. Want wie aan fietscross, oftewel BMX denkt, die denkt natuurlijk aan deze twee zussen. Laura en Merel Smulders. Afkomstig uit het Gelderse Horssen. Laura won in 2012 als 19-jarige brons op de Olympische Spelen in Londen. Merel is 4 jaar jonger en trad in Tokio in de voetsporen van haar zus. Door ook Olympisch brons te winnen. En in 2018 veroverde Merel zilver op het WK. Wie er toen goud won? Zus Laura. Jullie zijn eigenlijk gewoon de original... Jullie komt het idee. Ja, klopt. Weet je nog? Tijdens het spelen in de krachthonk is dit idee ontstaan. Jullie kunnen wel een keer een sportswitch doen. Ja. Ja, ja, dan sta je er ook zo bij. Maar dit, als Merel en ik dit gaan doen, het is gewoon wel komische video. Doen? Als jullie klaar zijn, doen we uitwisseling. Zo'n lenigheidstest. Die hebben wij wel eens gedaan. Je lacht je kapot. Ik ben vroeger gezakt voor mijn A-diploma. Oh. Daar ging het al fout. Dus sta klaar. Wie zakt er nou voor zijn A? Dat haalt letterlijk iedereen wel. Ik heb hem 2 keer moeten doen. Maar het begin van Laura's trauma met water. Heel veel spullen ook mee. Ook een reservewiel. Jongens, je weet maar nooit. Je weet het niet, hè. Misschien lukt het hun om gewoon een wiel door te breken. Morgen! Oh, ik zie die banen. Ik ben echt benieuwd. Hoe voelen jullie het? Ja, ik ben vooral echt benieuwd. We reden hier langs en ik dacht, oh shit, we zijn allemaal gewonnen. Nee. Dit zijn Noortje en Brechtje de Brouwer. Als je aan synchroonzwemmen doet, wie kun je dan beter als je partner hebben dan je tweelingzus? Juist. Ze doen al sinds hun 5e aan deze sierlijke sport en vormen samen het Nationaal Duet. Noortje en Brechtje werden al diverse keren kampioen van Nederland. En bij de Olympische Spelen in Tokio haalden ze zelfs de finale, waar ze op een knappe 9e plaats eindigden. Dus vet zo voor je bovenbenen. Omdat ze natuurlijk zo heel laag zit. Ja, maar nee, jullie zitten niet. Nee. Want bij jullie is het inderdaad ook met armen en benen. Ja. En vooral ademinhalen. En ademinhalen. Ik wou het zeggen. Zonder zin. Dat is mijn Tokio fiets. Mogen wij hier al fietsen? Wow, de Tokio fiets. Deze hebben we dit jaar ook nog wereldbekers mee gewonnen. Dus je hebt een snelle fiets. Ik heb elleboog- en knieschermers. En hier stuk elleboog- en helm is het belangrijk. Ja, helm is zeker heel belangrijk. Safety first. Wat vind je van Merel? Ja. Wat? Wat zit ik ervan? Ja, nou, zo gaan we natuurlijk niet fietsen. Oké, switch! Staat je echt goed, hoor. Ja, vind je? Ja, ik vind jou er echt sportief uitzien. Nou, dan gaan we. Let's go. Dus in een auto en dan fiets je gewoon. Weet ik niet. Dit is al spannend, hè? We gaan maar lopen. En terwijl zij de eerste moeizame trappen zetten op deze BMX-baan, kunnen wij nog snel even uitleggen wat nou precies de bedoeling is van deze TeamNL Swap. Noortje en Brechtje hebben ongeveer een uur de tijd om de voor hun compleet nieuwe sport enigszins onder de knie te krijgen. En helaas is Noortje herstellende van een schouderoperatie, dus ligt vandaag alle druk op Brechtje haar schouders. Er kan niks gebeuren. Nee joh,
Topsporters moeten natuurlijk altijd uitgedaagd worden met een doel. Dus aan Laura en Merel de taak om zich om te toveren tot trainers en de meiden klaar te stomen voor de ultieme BMX challenge. Tot de finish. Met trappen onder 1,5 minuut. En wat denk je? Gaat ze dit halen? We gaan het zien. Ah, speedy! Even voordoen. Zo moet het. Op de achterste band alleen. Ja, heel veel op achterste band. Achterste band noemen we gewoon achterwielen. Of zeg maar springen. Dus het is achterwielen of springen. Oh. Achterste band. Klinkt vind ik zo leuk. Ja, ik snap helemaal dat je het ook zegt. Ja. Klinkt heel logisch. Achterste band. Ja. Komt dan. Deel achterwiel. Achterwiel. En springen. Ja, was echt keimooi. Niemand gaat daar in één keer naartoe hoor. Het is altijd eerst oefenen, eerst gewoon langzaam rustig. Want het is gewoon heel apart zo dit eigenlijk. Ja, wij waren 6 jaar oud. En toen kwamen we ook hier zo hobbelend over de baan heen. Dan heeft het ook heel lang geduurd voordat we überhaupt een wiel van de grond af. Ja, heel lang. Maar wat is dan het moeilijkste qua techniek om aan te leren? Ik vind springen altijd wat makkelijker. Daar heb ik vanaf kleins af aan ook veel meer gedaan. Dus waarschijnlijk komt dat ook daardoor. Het is gewoon super veel uren maken natuurlijk. Maar dat is bij jullie precies hetzelfde. Ja, en kijken waar je snelheid ligt. Ja, maar Merel heeft ook ietsje kortere benen dan ik. Dus voor haar is het vaak ook sneller om iets te springen. Oh ja. Ik heb iets langere benen. Dus voor mij kan ik die gaten dan wat makkelijker zeg maar, op het achterwiel nemen. Dus ook een beetje uitvinden wat persoonlijk. Wat bij je past. Ja. Daarvoor die bocht heb ik best wel een hoge bult. Daar wil ik op gaan staan. Dan mag je niet trappen. En dan moet je het hele stuk tot de finish zonder te trappen kunnen afleggen. Het kost me geen moeite. De boven. Laura doet één keer voor. Whenever you're ready. Ja, dat weet ik zelf ook niet. Oké, ja, ik ben ready. Goed zo. Push, ja, goed zo. Dat hij gaat denken. Ja. Hey. Lekker. Nice. Ze doen het echt wel goed hoor. Ja, hè? Maar dit is echt veel te makkelijk. Nee, ze had wel 1 keer getrapt. Dat We kunnen de hele baan doen, hè? Zonder te trappen? Nee, dat is... Oké. Maar dan nog? Ja, ik ben er. Zeg maar een tijd verzinnen. En dat je dan zeg maar binnen die tijd bij de finish moet zijn. Oh ja. Ergens onder de 1,5 minuut. 38 seconden. Nee, dat moet je niet doen. Zij zit onder de 38 seconden. Als Brechtje het onder 1,5 minuut zou kunnen, is ook goed hoor. Ja. Dus nou, je mag kiezen. Ga je voor de makkelijke of de moeilijke optie? Nou, ga altijd voor de moeilijkste, maar ik vind ze allebei wel pittig. Gaan we gewoon de heuvel op. We lopen naar boven. We gaan het doen. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik geloof dat ik het kan. Ja, ik kan het wel. Ja? Ja, er kan niks gebeuren. Echt veel beschermingen. Maar ik heb geen hoogtevrees, maar toch, het is wel tegen de principe. Ja. Helemaal naar beneden, totdat je op het eerste wild staat, blijven remmen. Gewoon blijven remmen. Heel zenuwachtig. Nou zet je rechtervoet op je rechterpedaal. Ik hou hem nu vast. Zet je linkervoet ook maar op de pedaal. De benen ietsje verder strekken. Nou, zo staan wij dus aan de starthek. Huh? Echt? Ja. Oh, okay. Maar dan blijf je dus balanceren. Meestal geven ze een waarschuwing van iets van nog een minuut of zo. Ja. Ik maak me ongeveer klaar als het nog 30 seconden te gaan is. Dan klik ik in en dan zorg ik dat ik goed sta.
En dan zeggen ze attention or, of oké. En dan steken ze hand op en dan wachten ze 2 seconden en dan drukken ze op de knop. Je kan het als je het probeert. Het klinkt een beetje pieperlankousenachtig. Ik denk dat ik dit wel kan, want ik heb het nog nooit gedaan. Maar het ziet er zo easy uit nu. Nee, dan zit ik daar. Dat doen we al vanaf ons zesde. Ja. Ja. En dat kun je thuis tegen de muur gewoon opvoeren. Ja. Staat gewoon zelf nu. Oh, hey. Ik doe niks meer. En dan op een gegeven moment gaan de lampen en hoor je piepjes, dan valt het hek. Dus oké. Let maar op. Komt-ie. Okay, riders. Random start. Riders ready. Watch the gate. Misschien moeten we even de prijs laten zien, dan weet ze wel. Ja, nou, we gaan maar halen. Tadaa! Wow. Hele mooie! Echt gouden medaille. Wat zou het zijn geweest? Het zou denk ik wel een van... Laura is hier helemaal niet. Mijn vierde fietsjaar. Toen waren we kampioen en elkaar club scoorden op deze baan. Speciaal! Nou, nu ga ik mijn best doen. 2008. Dus, wat wordt de challenge? De challenge is tot de finish. Met trappen. Met trappen onder 1,5 minuut, toch? Oeh. Ja. Focus, zelfvertrouwen, ja. Vinger bij de rem, wanneer ik zeg trappen, trappen en wanneer ik zeg remmen, remmen. Je hoofd erbij houden ja. En dan komt het helemaal goed. Klaar voor de challenge. Klaar voor de challenge, nou let's go. Hey. Welcome to the World Cup number one in beautiful Wiegen. I'm here to represent the riders for you today in this magic final. From lane number 5, from the Netherlands, Brugge! From lane number 4, also from the Netherlands, Mrs. Laura! Yeah. Let's go! Je staat wel stabiel, hoor. Nee, je bent allemaal nog vast hier, hè? Oh. Ja, ben je er klaar? Ja. Nou, Kevin. Ja, Merel. Yes! Nee, nee, nee! Riders, watch the game! Ja, en we rollen. Het is gewoon fast, het is gewoon quick. It's gonna be an exciting race. Oh my god, Bridge in first place! Kom op, Anna! Ik ga je halen, ik doe het niet. Laat het rollen weer. Even trapje zetten. Zieven. Achter de zetten, maar wat achter de gaat ze de andere hand. En? Ja, we moeten even met de jury overleggen. Ja, ik denk wel snel na 1,5 minuut. Hoop ik. Ik denk. Weet het niet, weet het niet. 1:10. Ik denk 1:14. Nou, het was. Yes, wat op de zus. Yes, yes! Dommers! Ja,
iemand jaloers, iemand jaloers. Oké, we gaan naar het zwembad. Doei. Hey, hey, doei. En nu? Nee. We beginnen denk ik op de kant, want we zijn ook een beetje benieuwd hoe lenig jullie zijn. Ik ook. Ik niet. En omdat het is natuurlijk een hele andere belasting, dus het moet ook een beetje warm worden. Nou, in deze kleding zinken jullie zeker. Heb een bledel. Ik en echt wel bledel. Wow. Zo, nee, boven. Nee, okay. Ja, kijk die zieke beestje hier dan. Ja, kijk ik ook al naar. Kijk wel, oh mijn god. En terwijl zij de boel eens even lekker oprekken, kunnen wij ook hier nog even kort uitleg geven. Laura en Merel hebben ongeveer een uur de tijd om synchroon te leren zwemmen. En vooral niet te verdrinken. Noortje en Brechtje functioneren als coach, maar ook als choreograaf, want er staat een pittige challenge te wachten. Ze hebben het gehaald wanneer het ongeveer een beetje gelijk is. Ja. En een beetje dicht bij elkaar. Ja. Dit kan niet anders dan een succes worden, toch? Oké, okay, heel even nog. Heel even deze nog rekken. Anders zwemmen we rechtsaf of linksaf. En probeer met je navel naar je been te gaan. Ja, ja. Zie jij wie de lenig is van jullie twee. Zo ver mogelijk. En mooie voetjes. Ja. Nou, op zich. Oh, wow. Applaus voor dat. Was goed hoor. Mooi voetjes trekken. Wauw! Armen los? Nee! Kom op, Lau, geef alles. Ja! Ja! Goed zo! Ja! Mooi voetje erbij! Ja, ik zie er niks af, alsjeblieft. Wauw! Die bovenbeen zo. Wat next? Zit er helemaal in. Ja! Kom, door, door, door! Dat schiet je open. Ja, ja! Ja! En dan probeer je heupen naar voren te houden. Je kunt gewoon je haar doen met je voeten. Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Oh. Nou, een klein stukje. Een kleine 30 over 30 centimeter. Alineaatje. Alineaatje. Wolf, je kan dit. Doe het. Ja! Hebben we een stok? Je hoeft maar 3 centimeter af. Nou. Yeah, yeah. We hadden bedacht om een kleine choreo te maken. En dat jullie zo goed mogelijk proberen uit te komen met z'n tweeën. Maar het is synchroon zwemmen, dus het moet vooral synchroon blijven. Synchroon, daar gaat het om. Ja, daar gaat het om. Dus synchroon op mijn niveau dan? Ja, we hadden wel eens idee om op de kant te beginnen. Maar ja, ik weet niet of je een leuk loopje wilt. Ja, dat wil ik. Nee, Carolien! Je kan wel een leuke houding doen. Ja, een leuke houding. En dan een duik. Oké, ja, een duik. Oké, okay, dan hadden we als idee, want jullie mega mooie bovenbeenspieren, daar kunnen we wel iets voor doen, dat iemand de andere opduwt. Huh? Ik ga er wel onder en dan doe ik het. Ja. 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 Ja, ik denk oprecht. Vanaf de grond. Oh jezus. Dus die onderste die duwt die bovenste omhoog. Dus dan doe je zo met... En dan ga jij doen. Bye bye. Oké. Ja. Laten we daarmee starten. Hele snelle bril op. Sowieso bij jou strakker dan dat die van mij zit. Je lijkt in mijn wedstrijd zwemmen. Wat is dit? Ja, je water in mijn bril. Randomi Smulders, oh nee. Dat gaat wel leuk. Je maakt rondjes met je benen en daardoor blijf je boven water. Dunnen, dunnen, dunnen. Dus zo blijf je boven water, dus dat kunnen we in ieder geval van het proberen. Op je rug, dan gebruik je je arm. Probeer je erbij. Probeer alles. Mooi zeggen, ja. Als je zeg maar ontspant, dan gebeurt er dit. Dan ben je geen plank. Maar als je alles aanspant, dan blijf je zeg maar in één lijn omhoog. En je een beetje omhoog op het ballet. Wij tellen altijd het hele nummer, duurt ongeveer bijna 3 minuten, tellen we tot 8. Dus op een ritme gewoon die in de muziek hoort.
Oké, maar we gaan nu wat langzamer tellen, zodat je ook kan focussen op wat je doet. Kan ik even de joker in schatten, jongens? Yes! Eindelijk. Kan ik die omwinden? Hele normale zondagmiddag. Even ja. Ja. Ja, ongeveer wel. Dus dat gaat dan zo iets kleiner dan wat op de kant zaten. Dat te lachen hoor. En weet je wie het ook heel mooi vond? Jip. Jongens. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jullie hebben best wel gelijk, want je ziet Brecht wel induiken en jullie denken, oh adem, adem, adem. Ja, ik vind het wel grappig om die ene te doen zo hol, maar dat jij dan gewoon dit doet inderdaad. I got all the swing in me, dance with me, dance with me. Ik denk dat dat van iemand zo. Wow, wow. Dikke brug hier. Wat doe ik dan? Oh, wat zie je? Ja. Heb je ooit gehad dat dan een van de twee was zo van, nou ik weet niet, of het zo leuk vindt? Toen jij 11 of zo was, toen zat je al te twijfelen, nou ja, dan is het meer van, een training was stom en dan op 11-jarige leeftijd, ik ga stoppen. Maar eigenlijk is het wel met trainingen haal je elkaar wel weer die motivatie naar boven. Maar nu weet je dat dat erbij hoort. Ja. En toen je jong was, toen dacht je van, oké, maar nu... Ja. Twister. Hoe dan? Wie wil er en de brouwer zijn en wie wil B de brouwer zijn? Ready for the challenge? Ja, let's go! Oké, dus vooral de uitdaging wordt om samen dicht bij elkaar te blijven en goed gelijk. De jury maakt zich gereed. Tim en Tom. Ze hebben het gehaald wanneer... Sowieso wanneer het ongeveer een beetje gelijk is. Ja, en een beetje dicht bij elkaar. Ja. Okay. Niet dat elke Laura helemaal niet meer van het zwembad ligt. Goed dicht bij elkaar blijven en synchroniteit. Ja, je legt wel veel op elkaar nu. Oké.
Literally a breathtaking performance. So much difficulty. Those acrobatic moves, they just take it to a next level. What was amazing is that even in slow motion, which obviously the judges don't get to see, they still looked pretty much in perfect synchronization. Ik vond het ook echt leuk. En ik vond dat jullie in het water ook wel echt goed deden. En op de baan. Voor mij was het wel echt gewoon dat je daar staat en dat het ding naar beneden valt. En ja, ga dan maar naar beneden. Ik denk dat ik het toch wel het moeilijkste vond, het efficiënt boven water blijven. Dus dat met benen en op zijn kop onder water. En dan, oh, Dia. Ja, dat synchroon zwemmen vet moeilijk is. Ja, inderdaad. Jezus. Je kijkt er wel anders naar straks, denk ik. Ja, sowieso. Maar je merkt wel eens gewoon elke keer, ook al doe je een andere sport, je hebt wel dat in van ik wil het kunnen. Ja, nu meteen. Nieuwe dingen te kunnen leren. Ja. Heel goed kijken, hoe doet iemand dit? Oké, okay, nu ga ik het doen. Nog een keer uitleggen, nog een keer. Laat zien, nog een keer laten zien, nog een keer laten zien. Ik vond het leuk. Geslaagd. Ja. En nou komt wat jij zo goed in bent. Dank voor het kijken. Dank voor het kijken, like, subscribe. Dit was nog maar de eerste Team NL Swap, want volgende week is het de beurt aan. What's up guys, Kieran Badloe hier. Ik zit in de volgende sportsfab, maar met wie ga ik wisselen? We zijn polar opposites van elkaar, maar toch heel erg vergelijkbaar. Raad jij wie het is? Laat het hier achter en kijk vooral de volgende sportsfab. Moet je dit melden? Ja, zeker. Oh. Hallo, Kieran Badloe, Olympisch kampioen. Ik ben van de ik betreed het water. Schiphol Verkeerscentrale.